7 zondagen op rij neemt Sportoase Antwerpse lopers op sleeptouw door de stad. De bedoeling, hen klaarstomen voor de 10 miles. Ik vind het persoonlijk heel goed hoor, dat ik door Sportoase en RAF begeleid word. Dat geeft nuttige tips. Als je nu op je tippen gaat, hè, zo, dan gaat dat veel gemakkelijker. Je krijgt zo echt het gevoel dat ze persoonlijk met je bezig zijn. Nog geen 2 jaar geleden kreeg Luc totaal onverwacht een hartaanval. En dan denkt het is hier gepasseerd. Door zijn hartproblemen staat Luc nu anders in het leven. Ik probeer iets meer te genieten en me niet over bepaalde zaken druk te maken. Dat ik denk van, je m'en fous, hè. Luc wil nu alles zetten op het lopen en daarom schreef hij zich in voor het loopproject van Sportoase. Hij wil en zal de 10 miles uitlopen. Van hem niet pushen naar een hele snelheid tijd, want we zouden niet graag hebben dat hij er achteraf nog heel veel problemen aan ondervindt. Integendeel, dat is nu bij uitstek iemand die, waarvan dat we zeggen, ja, yes we can, kijk eens. Zelfs Luc kan het, iedereen kan lopen. Maar tijd en afstand zijn daarbij niet zo super van belang. Om de veiligheid te garanderen draagt Luc tijdens de trainingen een hartslagmeter. Die schrik die hebben we altijd een beetje, hè, maar het is veel minder als de eerste maanden. Die 10 miles is voor mij een uitdaging. Ik wil dat doen. Niet om te bewijzen naar u toe of iemand anders toe dat ik dat kan, maar gewoon voor mijn eigen. Probeer mooi recht te lopen, met je schouders laag, relaxed. En hou je armen relaxed naast je lichaam. Niet te ver uitzwaaien, dat is niet goed, dat is onnodig energieverlies. En vooral knijp ook niet te hard in je vingers. De meeste mensen maken van die vuisten, dat is absoluut niet nodig.